Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Modern Marketing TV. Vandaag hebben we niemand minder dan Klo Willars als gast. Welkom, Klo. Merci, Yannick. Wat moeten mensen zoal over u weten, naast het feit dat je eigenlijk een grote expert over sociale media, een geeky blogger, en uh, dat je wat boeken schrijft? Uh, wat moeten mensen zoal weten? Wat is er nog belangrijk? Uh, ik ben geobsedeerd door uh, de impact die digitale technologie heeft op ons dagelijks leven en professioneel leven. Daar, dat dat valt eigenlijk alles wat ik doe heel goed samen. Oké, okay, je geeft ook veel lessen. Ik doe dat graag. Oké, okay, dat weet ik. Uh, ik werk graag met, met start-ups. Ik overleef in grote bedrijven, corporates. Uh, maar zo'n mensen van een jaar of twintig, uh, daar werk ik het liefst mee. Omdat die langs de ene kant al genoeg opgeleid zijn om op een zeker niveau te kunnen doordenken of een project op de rails te zetten. Maar langs de andere kant staan die nog uh, open. Voor allerlei nieuwe dingen, die proberen uh, van alles uit. Uh, en ik amuseer me daar enorm mee om dat bezig te zien. Allee, dat uh, experimenteren dat is een gemeenschappelijke interesse van ons dan. Absoluut. Altijd okay. blijven spelen. Oké, okay, leuk. Um, we starten eigenlijk altijd de show met dezelfde vraag. Dat is ondertussen al een cliché, cliché antwoord. En de vraag is: wat is modern marketing voor u? Heb je daar al eens over nagedacht? Uh, die had je kunnen verwachten? Ja, van, uh, van iemand die veel met uh, girls hacking en zo bezig is, laat die, laat die vraag voor de hand. Uh, wel, Philip Kotler. Ik denk dat hij nu zo 120, 130 jaar oud moet zijn. Uh, maar hij leeft nog altijd. Hè. Zo de 4P's. De 4P's. Uh, 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 ook al hij schrijft nog altijd uh, boeken over marketing, dat blijft toch wel een beetje de founding father van, uh, van marketing voor mij. Uh, die, die zegt over marketing: it's a, it's a race without a finish line. Uh, het is al lang niet meer zo dat je met twee blitse campagnes per jaar en dan hopelijk een prijs krijgen uh, voor creativiteit of zo, dat je daarmee als marketeer uh, ja, kan zeggen dat je goed bezig bent. Uh, het is nu continu van alles. Je moet plannen, je moet een strategie hebben. Dat blijft nog altijd zo. Uh, maar het is niet gedaan als dat eens live gaat, in tegendeel. Dat is dan ook meegekomen door het feit dat in, in alles wat digitaal is, kan je heel veel meten. En dat was in het begin heel pijnlijk, want dan zag je dan maar 0,02 procent of zo van mensen op je banner klikken. Maar ondertussen, uh, ja, je kan niet doen alsof het weggaat, alsof het er niet is. Je moet. Zodra iets gelanceerd is, begin je eigenlijk al te monitoren en te meten van ja, gaat dat hier de goede richting uit voor ons? En dan kan je uh, ook met Google Ads bijvoorbeeld rap nog een tandje bijsteken. Dus uh, Philip Kotler ziet het als een race, maar het is eigenlijk meer uh, ja een stafetten. Hè? Ook, uh, je geeft de ja. stok door en je werkt met verschillende mensen samen. Ja. Dat meten, als we daar even op ingaan, vind je dat bedrijven dat vandaag de dag genoeg doen? En sterker nog, vind je dat ze hun metingen genoeg vertalen naar campagnes en, uh, en nieuwe tactics? Ja, het antwoord zit al in uw vraagstelling. Hè? Ik, ik zie nog altijd veel vanity metrics. En langs de ene kant is dat wel comfortabel als marketeer. Als je terechtkomt in een team waar de baas al blij is met uh, hoeveel fans dat er bij zijn gekomen <laughs> op de facebook Facebookpage, of hoeveel visitors dat die website heeft, uh, hoeveel eh, zo gezegd, de subscribers op uw nieuwsbrief, op zich zegt dat uh, helemaal niets. Uh, de reden dat er zoveel burn-outs zijn bij marketing- en communicatiespecialisten, uh, uh, of dat marketingdirecteurs, CMO's maar een jaar, twee jaar meegaan, heeft te maken met die, uh, langs de ene kant de strategische marketingvisie en we gaan engagement aan met uh, de buyer persona, bla, bla. Dus je hebt dan die bubbel aan de ene kant en de realiteit is dat de mensen die echte touwtjes in handen hebben, die zijn bezig met de waarde van het bedrijf in de ogen van uh, de aandeelhouders bijvoorbeeld of de directie. Uh, en, en daartussen zit eigenlijk alleen maar ruis. Ja. Tenzij dat er iemand al de de bals heeft om te zeggen: Sorry, uw echte marketingdoelstellingen zijn onze verkoop doen stijgen of ervoor zorgen dat we minder kosten hebben, onze marge vergroot. Uh, tezij dat je zo iemand hebt, uh, zit je toch een beetje in je eigen. Uh ja. Rainbows en unicorns, wereldje. Ja. Ik hoorde onlangs de term bore-out. Uh, ik was daar echt door verrast, ik had dat ook nog nooit gehoord. Maar ik schrok er wel heel erg van dat inderdaad heel veel marketeers en communicatiemensen dat die daarmee te kampen hebben, want ja, marketing is toch wel een heel breed, veelzijdig en, en vooral boeiend vak. Hoe verklaar jij dat? Uh, hoe, hoe zie je dat, dat mensen daar zoveel last van hebben? Ik denk dat ik nooit een, bo een bore-out zal krijgen, omdat ik heb nu juist voor het internet gekozen omdat dat zichzelf opnieuw uitvindt om de zes maanden. En daardoor kan ik dat nu twintig jaar al doen. Want als je dan denkt, mmm, ik denk dat ik weet hoe het Facebook-algoritme in elkaar zit, uh, verandert er weer iets. Uh, ja, Zuckerberg weer iets anders verandert. Ja, maar ja. LinkedIn ook bijvoorbeeld. Uh, die blijven ook zo allerlei dingen uitproberen. Ah, bij Facebook doen ze dat niet. Ze hebben graag native video. Mm, live video. Ja, live video, dat willen wij ook. Dus je moet je u, moet u eigenlijk continu blijven aanpassen. Dat maakt sommige mensen zenuwachtig, maar voor mij maakt het dat uh, boeiend genoeg. Maar uh, mensen zijn routinebeesten, hè? je mag dat niet onderschatten. Hoe, graag, hoe snel dat mensen in, een, in altijd hetzelfde, weer die wekelijkse nieuwsbrief bijvoorbeeld, de site updaten, uh, de Instagram. Uh, ja, en dan, dan zijn de uitdaging is er dan zo'n beetje uit. Zeg, je hebt uh, eind vorig jaar een nieuw boek uh, ja. uitgebracht: Digital Marketing Like a Pro. Um, yes. Wat moeten mensen verstaan onder het zinertje uh, het, onder het, onder het Like a Pro? Uh, mm. Kunt je daar wat meer over vertellen? Mensen die mij zo'n beetje kennen, weten dat ik... Uh, ja, Welk woord zou ik hier gebruiken? Um, ik hoor je uh, vaak geeky zeggen. Geeky, maar ook een beetje rebel. Uh, ik heb soms moeite, dan druk ik me heel zacht uit met het aanvaarden van gezag. Uh, en dat past nu toevallig heel goed bij moderne marketing op dit moment. Uh, maar om de regels te kunnen breken, moet je ook weten wat die regels zijn. Uh, dat is een citaat dat wordt toegeschreven aan Pablo Picasso. Ik weet niet of dat zo is, maar die zei: uh, uh, Learn to know the rules uh, so you can break them like a pro. En uh, dat is een beetje het uitgangspunt geweest. Het is, ik heb dus geen nieuwe modellen uitgevonden. Er zitten echt zo van die heel klassieke dingen in, zoals de uh, customer journey en buyer persona en zo. Dus echt dingen die heel goed werken. Uh, nog altijd. Ik heb het ware water niet opnieuw uitgevonden. Uh, maar het is heel belangrijk dat iedereen weet wat zo de basis is van marketing to Coeur en hoe je daar tegenwoordig digitale tools voor kan gebruiken om dat efficiënter te doen. Uh, dus het is een handboek ook letterlijk. Het is geen leesboek. Ik hoor mensen soms zeggen, ik ga je boek lezen. En ik zeg, oh, dan ga jij een heel zwaar weekend hebben. Uh, het is letterlijk het is een syllabus. Hè. Uh, met bullet points en met kadertjes. En ik heb het ook echt geschreven als handboek voor opleidingen. Uh, vooral dan hogescholen. En het is nu exact een jaar uit. Dus uh, 365 dagen geleden hield ik voor het eerst mijn baby in de armen. Um, Emotioneel moment. Ja. Uh. <laughs> uh, dus een jaar, we zitten aan de vierde druk. En nu uh, zijn er dus lichtingen van marketing, digitale marketing, studenten ook, die dit letterlijk als handboek hebben. En daar okay. doen we het allemaal voor. Uiteraard. Uh, <laughs> laat ons daarop uh, op verder gaan. Um, ik denk, ja, en je, je hebt dat boek geschreven en je spreekt over breaking the rules. Um, heb je voorbeelden van bedrijven die voor jou echt heel sterk zijn, in net die grenzen opzoeken en dan uh, op een heel slimme manier die regels uh, breken? Ah, nou, dan komt zo. Dat is een goede vraag om wat tijd uh, te winnen. Uh, het, ja, er zijn een paar voorbeelden waar dat dan. We hebben daar een beetje survivor bias. Hè, want het is ook een risico om, om uh, de regels te breken en om iets uh, helemaal anders te gaan doen. Maar het voorbeeld dat men nu het meeste binnenschiet en dat, dat toch al jaren volgehouden wordt, is het uh, Outdoor kledingmerk Patagonia. Die in 2015 al communiceerde met de iets wat vreemde boodschappen: koop onze kleren niet. <laughs> en daar, dat, daar was dus een productfoto bij van een van hun jassen. Uh, in die tijd, 2015, was greenwashing uh, mainstream aan het gaan. Dat zijn dus bedrijven die doen alsof ze milieuvriendelijk zijn om hun imago wat op te krikken. Uh, dus dat leek niet zo vreemd dat een outdoor merk als Patagonia dat zou doen. Maar zij houden dat dus echt heel, heel uh, sterk vol. Hè. De, dat is een, een bedrijf dat zich ook nog altijd engageert. Als het gaat over uh, thema's als global warming bijvoorbeeld. Maar het leuke is ook, zij gebruiken een deel van hun winsten, dacht ik, om ja. uh, natuurdomeinen te kopen en, en ja? te beschermen eigenlijk. Dus dat is ook wel, ja, ja. Dat zet daar wel kracht in. En, en, en dat werkt ook heel goed. Ik zeg het op papier zal dat wel al dikwijls, bij heel veel bedrijven uh, naar boven gekomen zijn. Van we willen ons sociaal engageren en we willen. Uh, de, uh, de, de, ja, de, de wereld beter achterlaten dan toen we hem vonden. Maar zij doen het ook. En dat werkt heel goed bij de huidige generatie. Uh, outdoor staat al heel goed op Instagram. Hè. Het is zo een van die dingen. Uh, buiten uh, reizen, uh, bijvoorbeeld. En uh, eten klaarmaken dat er goed uitziet op een bord. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die het heel goed doen op Instagram. Heel dat outdoor-hipster-sfeertje. Dus daar is een, een markt voor, maar waar jongere mensen echt voor gaan, is het authentiek. En er is niks zo moeilijk dan authentiek zijn. Als merk is dat ja, Als merk, ja, maar als een, mens ook. Grote, ja, dat is een, een grote uitdaging. Oké. Okay. Van de authentiek uh, zijn, wil ik eigenlijk graag naar conversaties uh, springen. Dat is ook een belangrijk, uh, een belangrijk domein geworden voor, voor heel veel merken. Je hebt vroeger ook al een boek geschreven, The Conversity Model. En uh, in dat boek leg je eigenlijk uit hoe dat je van conversaties kan overgaan naar conversies. Uh, makkelijk bruggetje, maar heel moeilijk in de praktijk, denk ik. Um, hoe heb je dat zelf zien evolueren de laatste jaren? Um. Uh, ik, ik, ik heb het boek, dat boek geschreven in 2010 of zo, 2011. Ja, ja. En ik herinner mij. Um, het boek van Steven van Belgem, dat ik hier zie liggen. Hè? De, de Conversation Manager had een gigantische impact. Uh, op uh, ja, hebt, buiten België ook okay, voor het nou, eerst. Ik denk dat er op basis van dat boek echt jobs Er is Absoluut. een nieuwe job ontstaan. Uh, conversation de, Managers uh, en zo. Uh, dat heeft heel veel grote bedrijven wakker gemaakt. Uh, uh, en zich laten openstellen voor. ...voor social media. Uh, maar ik merkte wel uh, dat er nog heel veel magisch denken was... ...rond social media. Uh, dat bleef voor veel marketingprofessionals... ...nog een beetje ja, een, een wereld waar dingen ineens viraal gaan, bijvoorbeeld. Uh, drukken. Uh, ja, en, uh, maar hoe en waarom... Uh, ...tegen 2010, 2011 begon men ook de rekeningen te zien van wat het kost om content te produceren voor social media, of wat zo iemand die de social doet in een bedrijf, ja, die heeft een loon. En, uh, en er begonnen zich stilletjes aan mensen af te vragen wat de return on investment uh, zou zijn van, uh, van social media. In die periode zei Gary Vaynerchuk ook van, uh, uh, kreeg die vraag dus ook heel vaak als hij ergens ging spreken. Uh, en dan, dan heeft hij zo eens geantwoord van, what's the return on investment of your mother? <laughs> Uh, dus, dat is een Die, beetje... De stijl van Gary Vaynerchuk. Ja, of your uh, mom, <laughs> denk ik wel. Took your mom. Wow. Um, maar uh, ik, ik zag daar een beetje uh, ook weer een, een, een grijze zone tussen. Ja, dat is allemaal wel heel plezant, zo'n conversations, maar wat brengt dat nu op? En uh, ik ben blij dat ik toen eigenlijk uh, voor de, de pijnlijke, harde vragen van... Oké, okay, maar groeit, groeien we als bedrijf ook echt... Uh, in het begin bleef het heel veel steken in uh, reageren op klachten en zorgen dat iets niet uh, uh, ja, een crisis uh, zou worden die het bedrijf zou kunnen schaden. Dus eigenlijk een, een heel negatieve manier om, om te vertrekken. Uh, maar het is pas nu de laatste jaren dat het uh, meer een deel is geworden van content management, dat social media uh, ja, echt een, een, een goede. Een stabiele rol heeft gekregen. In ja, het bedrijven. heeft bedrijven ook, denk ik, al een heel aantal jaren. Inderdaad, ook door het boek van Steven van Belgium Het heeft bedrijven een beetje een stem gegeven en een soort uh, ja, meer toegankelijk gemaakt. om, uh, om als persoon met je klachten of uh, ja, ook met je complimenten bij bedrijven terecht te kunnen. En uh, ja, er zijn wel wat bedrijven die dat heel goed doen om daar ja. dan op te reageren. Ik denk meteen aan KLM of zo. Telenet. Um, Telenet is inderdaad ook een heel goed voorbeeld. Um, ik denk, als we daar nog iets dieper op ingaan. Jij, jij bent al bij heel veel bedrijven gepasseerd. Wat is voor jou de grootste moeilijkheid om dat als bedrijf te omarmen um, en echt met, met de mensen in conversatie te gaan? Ik heb pas uh, vorig jaar daar een oplossing voor gevonden. Okay. Um, dat heeft acht jaar geduurd. Dat uh, heeft acht jaar geduurd. Uh, nee, echt waar, uh, dat is de, de buy-in op alle niveaus. Soms komt er iemand binnengewalst. Uh, ik heb ooit een job uh, te danken gehad aan Joko Dron, die de board had overtuigd dat er bij die bank uh, dringend moest geïnvesteerd worden in social media. En ik heb daar uiteindelijk drie jaar aan gedacht. Uh, jo, als je kijkt, merci. Uh, maar, uh, Het was heel moeilijk om de mensen niveau daaronder ook mee te motiveren. En omgekeerd kom ik ook tegen. Dat zo die ocharme content manager of social media manager, uh, dat die zo'n beetje moet vechten tegen de bierkaai soms. En, en dat die soms ja, dan op een gegeven moment botst je tegen een muur. Je hebt extra volk nodig of, of meer budget en dan komt dat er niet, want het is maar social media. En uiteindelijk vorig jaar uh, heb ik ontdekt hoe je dat moet doen, en dat is met dashboards. Uh, een, een dashboard lost een beetje het probleem op dat mensen op alle niveaus in een bedrijf het gevoel hebben dat ze daar geen vat op hebben op wat daar gebeurt in social media. Soms, als het goed gaat, zijn ze jaloers. Als het niet goed gaat, zijn ze boos als die facturen binnenkomen. Uh, en het heeft heel lang geduurd. Ik heb dan uiteindelijk voor uh, Dashdis This gekozen, als ik me goed herinner. Uh, dat is een beetje... Ja, je moet daar een beetje aan werken in het begin... om al die accounts uh, te koppelen... Uh, maar je maakt dan een link waar iedereen die zenuwachtig is van zijn we wel goed bezig, direct op kan kijken. En in, in één, uh, je kan ook maandelijks een rapportje rondmelen, uh, en daarin zie je hoe het is met... Social media, maar ook de mailings, uh, de website uh, enzovoort, op een heel simpele manier. Uh, soms is dat eigenlijk zo'n uh, ja, soort metertje, zoals de temperatuur van uw auto. Zo, hè. Uh, 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 dan is het, uh, mag het niet in het rood geraken, oranje is... Uh, we moeten toch misschien zorgen dat we daaruit geraken en groen is goed bezig, mannen. Ja, iedereen verstaat dat. Uh, of dat je nu aan de receptie zit, of je zet een it of, of, of directielid. En iedereen wil dat we in het groen, ja, in, in groen geraken. En die momenten ook vieren af en toe. Uh, en, en vanaf dan was het ineens zo geen gevecht meer. En krijgt u ook spontaan, uh, krijgen nu mensen uit uw team ook uh, spontaan complimentjes van eigen bezig man uh, en, ja. We gaan die nps uh, score halen. En, uh, ja, en, en uh, uit die dashboards kan je meestal ook zo uh, een PDF, want mensen hebben toch nog altijd graag een PDF via e-mail. Uh. <coughs> um, en je stuurt elke maand een PDF van hoe het de afgelopen maand is geweest. En je vergelijkt dat met diezelfde maand een jaar ervoor. Uh, ook allemaal geen rocket science. En ik merkte dat elke maand waren er twee, drie mensen die mij vroegen. Om in CC te mogen staan als die maandelijkse mail met dat rapportje werd gemaild. En dan denk ik, hey... Dynamiek. We hebben hier iets. Uh, dus, dus ja, soms, uh, soms moet je het niet te ver gaan zoeken. En, en vooral ook niet blijven vechten. Want dat is uiteindelijk verloren energie, weet ik nu. Ja. Oké. Okay. Um, ik was online zelf de gast op een event van Facebook. En uh, daar stelden zij eigenlijk hun nieuwe model voor. Waar dat ze eigenlijk gaan van. Communities en curation uh, gaan ze naar conversation en dat hebben we net besproken. En de laatste stap die zij in de sociale media aan toevoegen, is uiteraard um, ja, het, het echt kopen van dingen, hè. conversie hè, conversion. Hoe zie jij dat momenteel evolueren bij bedrijven? Uh, heb je er goede voorbeelden van of, of iets dat je bij ons al ziet? Ik hoor dat je tegenwoordig ook al in, in sommige landen via WhatsApp kan betalen en dat soort dingen. Um. Uh, uh. De, er is iets waar veel marketingprofessionals een beetje mee worstelen. En ik zelf ook. En dat is wat men over het algemeen dark social noemt. En... Uh, het heeft zelfs niks met generaties te maken. Ik zie heel veel van wat mensen delen met elkaar en aanbevelingen die ze doen, van wat er een goed energiedrankje is of een goed festival of naartoe te gaan een, een elektrische auto kopen. Uh, dat dat gebeurt in, in WhatsApp-groepjes, in, in Messenger. Uh, dus dark betekent dark voor marketing. <laughs> mensen, je wordt daar heel zenuwachtig van. Het is al lang niet meer zo dat je kan weten wat er leeft in de maatschappij of bij je doelgroep. Uh, via blogs en, en YouTube en Twitter. Want dat zijn uiteindelijk de drie, uh, de drie uh, media, uh, kanalen die nog publiek zijn, waar je kan meekijken zonder dat je erin zit. En, en onder, onder elkaar in van die kleine klikskies, uh, daar, daar is nu uh, wat het allemaal gebeurt. Uh, zo, en ik kan daar misschien als bedrijf ook een WhatsApp-account enzovoort. Met uitzondering van Customer Care uh, loopt je daar eigenlijk in de weg. Als bedrijf. Ja. Het is echt mensen, mensen, die elkaar, van de ene mens tot de andere en in kleine groepjes. Nu, Facebook heeft dat al, zag dat uiteraard al een tijd afkomen, heeft ook WhatsApp, heeft ook uh, Instagram. Dat in combinatie met vluchtige media, de Insta Stories en andere ideeën die Facebook leent van uh, Snap. Uh, dat allemaal ja, gaat volgens mij uitmonden in wat ik noem de grote Facebook-burrito. Oké. Okay. Uh, We krijgen uh, een uh, nieuw framework. De Facebook-burrito. Uh, uh, dat is eigenlijk. Uh, ik zie zelf dat uh, WhatsApp en Messenger. En uh, chatbots voor Facebook, dat begint heel sterk op elkaar te lijken. Ik merk ook dat het stukje dat dus ja, oorspronkelijk van Snap komt, van, met filtertjes en, en vluchtige media die na vier uh, stories, met andere woorden. Um, dat, dat dat eigenlijk ook mee begint over te gaan in WhatsApp Messenger. En als je dat nu allemaal samen ziet, die Facebook stories, wat eigenlijk Insta Stories voor oude mensen is, ik zit daar dus op, uh, Insta Stories. Uh, Facebook Messenger en WhatsApp, dat is de Facebook Burrito. Dus dat gaat allemaal integreren met elkaar, dat wordt allemaal Facebook something. Uh, en Misschien ook één app. Um. Uiteraard, ja, ja, ja dat, is, dat is waar Facebook naartoe aan het gaan is. Nu worden de marketeers weer zenuwachtig, want dan wordt het weer dark voor hen. En dat is natuurlijk uh, de, uh, het genie van de mensen die dat uh, uh, bedacht hebben bij Facebook. Dan kan je daar advertising in doen. Want. We moeten eerlijk zijn, als advertentieplatform is, is uh, Facebook op dit moment, uh, kent zijn, kent zijn gelijke niet. Hè. Er wordt al jaren uh, gezeverd over mobile advertising, maar de enige manier om dat te doen uh, met, met succes is via Facebook advertising. Dus die, die burrito en dan advertising, dat is waar we bij nu en twee jaar uh, zeker, zeker gaan zitten als het niet sneller gebeurt. Okay. Verder gaand op die advertising. Hè. De, uh, ja, marketeers, je eh, spreekt over een dark zone. Marketeers willen uiteraard zoveel mogelijk zien en mensen zo, zo ver mogelijk volgen op het internet. Uh, iedereen kent denk ik uh, de, cookie, uh, de, de cookies die gedropt worden. En uh, we zien meer en meer browsers dat dat ook aan het blokkeren zijn. Hoe zie jij dat voor marketeers? Is dat iets goed of iets slechts? Uh. Ja, dat is een beetje, ik heb daar wat uh, een dubbel gevoel over. Langs de ene kant vind ik het fantastisch dat we in België wonen en in Europa. We hebben hier de Privacy Commissie en ook de Europese uh, wetgevingen uh, waken over onze privacy. En dat is allemaal ay, heel goed werk. Uh, dat moet gebeuren. Uh, als je kijkt naar wat er gebeurt in bijvoorbeeld China, daar, 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 daar geldt een heel ander evenwicht tussen uh, veiligheid... En, en privacy, want dat is altijd de, de afweging. Uw individuele uh, veiligheid en uw rechten als individu versus de veiligheid van de massa van, van, uh, ja, van een stad bijvoorbeeld. In China wordt die afweging compleet anders gedaan. Uh, ja. met, uh, <laughs> ja, meer in functie van de grote massa in de stad dan, dan het individu. Um, en hier ligt die balans anders. Dus het is heel belangrijk dat België en Europa daarover waken. Um, langs de andere kant heb ik het, heb ik het toch een beetje moeilijk uh, naar, naar hoe dat dan geïmplementeerd wordt. Ah, je neemt nu je GDPR. En als je nu naar een website gaat, dan, dan krijg je die, die, uh, die consent. Uh, je moet popen. eigenlijk het werk al van een advocaat doen uh, voordat je op de website mag Ja, komen. maar ik heb bijvoorbeeld gewoon voor de sport. Hè. Je moet daar niet, niet over denken, maar ik heb alle cookies uitgezet op mijn iPhone. En uh, in theorie zou je niet. Op die site mogen kunnen als je geen cookies toelaat. En heel veel van die GDPR-pop-ups zijn fake. Ja. Uh, ik kan nog altijd op die website, ook al consent ik uh, helemaal niets, het uh, is ook weer zo kapot verbeterd. En dus privacy is, is, is heel belangrijk. En uh, marketingmensen moeten dat loslaten. Dat is zo, die altijd controle willen hebben over anderen. Uh, ik ben, ben op dat vlak, mijn ouder te worden, heb ik ook moeten leren om van let it go. Uh, het is toch een flow van content en van conversaties en alles dat je als adverteerder of als marketeer kan doen met je merk, uh, is daarin meegaan. Hè? Dat heeft toch geen zin? Als je content niet ziet, als water, dat moet vloeien. Je kan misschien af en toe wel een kanaaltje graven of zo. Uh, ja? Maar uh, in principe zijn, uh, op dat vlak, dat is nu een metafoor die ik de plekke uitvind, uh, is je consument misschien een zalm. Hè? Uh, een goede, dikke, vette zalm, heel lekker allemaal. Uh, maar je kunt niet, je kunt niet dwingen hè, om uh, in je kanaal te zwemmen. Um, dus ik, I let it go aan de marketeers, maar die privacy, hoe dat afgedwongen wordt, ik vind dat een beetje knullig. En de reden is, ik, bedoel, ik zeg niet dat het knullig is, maar hoe het wordt toegepast door websites is knullig. En uh, dat komt omdat uh, ja, het is het wide web in mensen. Dat is worldwide, het is globaal. En wetgeving is lokaal. Het enige probleem is natuurlijk voor de marketeer, alle retargeting pixels en dat soort dingen, als dat niet meer werkt, ja, dan de, er gaat weer een heel stukje funnel marketing wegvallen. Dan. En, uh, hoe ga je daarmee om? Hè? Uh. Ik denk dat we daar, herinner u dat trauma van 0,02 click-through raters, hebben we ook allemaal overheen geraakt. Uh, het, het trauma van je kan die mensen zomaar toevoegen aan je mailinglist, want <kwijnt> dan kom je terecht op de blacklist en greylist van. Uh, van Gmail en van Telnet en zo. Ja. Ze hebben ook allemaal overleefd. Hè? Dus uh, we moeten gewoon even flink zijn en ons, uh, ons daarover ja. zetten. Ik denk, als we spreken over moderne marketing. heel veel mensen denken direct aan marketing automation, AI. Uh, al die dingen. Um, maar als we kijken naar de basis van marketing. en mensen overtuigen. en mensen vertrouwen geven. om uw product of dienst uh, te gaan kopen. Ik heb ooit een presentatie gezien waar jij zei. Trust is the old or new black. Um, hoe verklaar je dat? Oh. Als het gaat over verkopen, hè? Uh, is dat al van, 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 van het moment dat er mensen met, met genoeg bij elkaar waren om onderling van alles uit te wisselen? Was dat al nodig? Je gaat niet iets waardevol, dat mogen schelpjes zijn, <laughs> uh, of, of dat kan een, een briefje van 50 euro zijn, of je visa-kaartgegevens, dat is juist hetzelfde. Uh, je moet iemand vertrouwen. Op dat moment, als je zegt: ja, Ik koop uh, dat, dat vestje van u, of ik koop je boek. Je zou in het zak kunnen gezet worden, hè, elke keer. En soms gebeurt dat ook. Dus daar, zonder vertrouwen koop je niet. En dat is nog altijd hetzelfde. En um, dat is niet veranderd door digitaal. En dat heeft ook heel veel met reputatie bijvoorbeeld te maken. Uh, dat is heel interessant hoe uh, eBay was, was een van de eerste concepten als karma of, of uw rating, uw, uw customer rating. Dat is heel belangrijk, hè, met e-commerce. Ik kijk, hè naar hoeveel sterren dat iets gekregen heeft. Ik negeer de één ster, nee, want dat is een frustro en de vijf ster, want dat zijn ze zelf, maar alles daartussen heeft een impact. Hè, ja, op mij. Klopt. En als je kijkt in dat opzicht, Facebook en ja, Instagram is één bedrijf, maar die gaan nu starten met uh, het aantal likes dat een post of zo heeft, dat gaan die verbergen. Hoe kijk je daar naar? Denk je dat dat een zegen is, of, of is dat eerder een bedreiging voor uh, de marketeers of de influencers? <laughs> Uh, ja, ze, ze staan niet meer publiek. Hè? Dat is wat ze bedoelen ja. met verbergen voor uzelf. Ga je dat wel denk ik? Ja, voor uzelf zien. zie je het. Maar ja, anders, uh, Ik zie niet meer uh, hoeveel likes jij op een foto hebt of hoeveel dat die zogenaamde influencer uh, er heeft. Dus dat heeft wel een impact, kan ik me voorstellen. Dat is in mijn persoonlijke mening. Hoef het daar niet mee eens te zijn. Hè? Ik heb er nog, maar uh, ik denk dat dat een beetje een krampachtige reactie is op de kritiek die je vooral Instagram kreeg. Dat uh, mensen te afhankelijk werden van hoeveel likes iets uh, kreeg. Uh, Het zogenaamde ideaalbeeld, ja. waar dat mensen dan verdrietig van werden. Ja. Ah, ja. Um, dat, dat mensen dus een selfie nemen en. Hey, um, felt cute, uh, might delete later, I don't know. Um, dat, ja, ik heb dat ook, ook, ook zien gebeuren, maar dat is ondertussen nu ook al passé. Hoor. Dat is al een paar jaar geleden, denk ik. Dat mensen een selfie posten en als daar niet snel genoeg uh, hartjes op komen, dan deleten ze die weer en dan concluderen ze dat ze niet mooi genoeg zijn of wat dan ook. Grappig fenomeen, eigenlijk. Als je er best stil ja, maar stil. voor mij is dat niet, is dat niet het, het issue van, van Instagram. Maar goed, daar komen persartikels over en daar zijn bedrijven als Facebook heel gevoelig aan dus die reactie van we gaan likes heiden, vind ik een beetje een krampachtige reactie in de praktijk er bestaan inderdaad uh, fake follower farms en like farms uh, als mensen zeggen mijn account is gehackt dan moet ik altijd eens lachen want dat wil zeggen dat ze zo een of ander shady bedrijfje in Pakistan of zo hun visa kaartgegevens hebben gegeven en en hun accountgegevens om dan voor die fake followers of likes uh, te zorgen. In een van de voor. vorige afleveringen zat er hier zo iemand, ja? uh, onze goede vriend Kane Ransbotan. Ah, ja, voilà. uh, heel veel volgers, maar allemaal uit Pakistan en ja. India. Dat is uh, toevallig. Um, maar wat er nu gaat komen, zijn engagement farms, uh, dus dat je valse comments kan, uh, uh, kan krijgen, want met artificiële intelligentie kan je om het even wat genereren en om het even welke taal bijvoorbeeld. Dus uh, om niet, wat ik soms zie bij spam-comments op mijn blog, uh, dat dat duidelijk copy-paste is. Uh, altijd hetzelfde zinnetje in slecht Engels, dat, dat ze dan overal gaan posten met, met een link erin en zo. Um, dat gaat wellicht naar een volgend niveau gebracht worden. Nu. Ja, en dat gaan dus echt comments zijn die, die niet te onderscheiden zijn van menselijke commentaren, die ook overal anders zijn. Uh, en als je dan op het profiel zou klikken en kan zien op een of andere manier wat voor soort comments dat hij postt of wat voor soort customer reviews dat hij postt, dan ga je nooit kunnen zien dat dat eigenlijk ja, ja. een bot is. Dat brengt ons eigenlijk inderdaad bij de, bij de meer technische kant van, van marketing. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat bedrijven vaak te, te vaak naar technologie gaan grijpen zonder echt goed te weten welk probleem dat ze willen oplossen of dat er überhaupt wel een probleem is? Denk aan marketing automation en dat soort dingen. Het blijft toch een beetje een vage zone in mijn ogen. Dat is, dat is al, ja, ik erger mij aan veel dingen, maar, maar zo, die woorden waar ik echt letterlijk jeuk van krijg, uh, is uh, digital transformation en disruption en zo. Als ik dat nu nog hoor, dan ga ik gewoon de camera uit. Uh, want dat maakt veel mensen zenuwachtig. Die terminologie ook. En als dat dan uiteindelijk er komt in een groot bedrijf, dan betekent dat bijna altijd dat er een of andere. Softwarepakket uh, wordt uitgerold en dan wordt dat weer een IT-project. Nee, dat was eigenlijk niet. De bedoeling. Dat is niet wat we bedoelen met digitale marketing doen in de digitale wereld. Uh, dus pff, uh, ik, dat, dat is ook weer een vorm Salesforce van magisch, denk ik. Met ja. de consultant die erbij voilà, komt. Of, of Hubspot. ja Het schijnt dat Hubspot goed is. Ja, maar gaat dat? Dat is eigenlijk wel een redelijk complex pakket. Uh, dat je niet gewoon plug and play is. Lost dat eigenlijk doen? je probleem ah ja. op? Dat je nu, wat is je probleem eigenlijk? Heb je, uh, hey, zijn er mensen die altijd hetzelfde moeten doen elke dag? Of is de workflow niet goed? Of zitten nu data al over de place? En dan zie je ze ook van: huh? Ah, ze is weer bezig. <laughs> ja. um, marketing-automation is op dit moment. Uh, ja, de, ja, ik denk dat ik daar ook wel huidklachten uh, van ga krijgen als ik daar nog veel hoor. Uh, omdat marketing-automation. Ja, meer dat magisch denken van daarnet. Um, in plaats van te denken: oké, okay, waar loopt het hier niet vlot? Wat kunnen we optimaliseren? Hoe kunnen we ons data beter opkuisen? Hoe kunnen we met GDPR beter communiceren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet meer afhaken en een winkelkarretje verlaten? en Dat soort dingen. Nee, dat is direct van: ja, ja, maar we hebben hier heel veel problemen in het bedrijf, maar marketing automation gaat die oplossen. Uh, en, en daar zijn pijnlijke voorbeelden, want die, die, die pakketten die kosten, ja, dat is dan 20.000, 30 30.000 euro, dat is heel veel voor een KMO. En twee jaar later werkt dat ding nog niet voor hen. Dus uh, ja, daar, ik denk ja, dat ik ook weer een nieuwe missie. Ja, er wordt te weinig naar het probleem en de eventuele resultaten gekeken. Al wat daar ja, tussen zit. en ik, ik ben in mijn hoofd, uiteraard, al bezig uh -huh. met de uh, tweede volledig herziene editie van, uh, van Digital Marketing Like a Pro. En die P, prepare, is strategie en planning. De R is tactieken en channels. Die O is het dunste van de drie delen op dit moment. Optimize, dat is dat je analyseert en fixt wat er nog niet... Wat er beter kan. Sneller, goedkoper. Um, ja, meer efficiënt. Uh, ROI duidelijker. En uh, ik heb... Ik, ik, eigenlijk begin ik nu al te zien dat het O-stuk, het optimize-stuk... ...gaat uiteindelijk het grootste worden. Ik denk dat marketing heel veel uh, aan het bewegen is naar analyseren en fixen van wat er nog niet geoptimaliseerd is. En dat is waar artificiële intelligentie de grootste impact gaat hebben. Correct, denk ik. ik denk, als ik ook kijk naar de klanten die wij bij de Growth Revolution hebben, ik denk dat er veel te vaak genoegen wordt genomen met, ah, we, zijn, we zijn dit aan het doen qua marketing, we denken dat het resultaat wel oké okay is, dus we blijven dat doen. Maar de mensen die denken in een curve die met heel veel experimenteren gaat um, en echt in kleine stapjes, ja, die, die zijn er niet zo, niet zo heel veel. Nee. Wat een hackermentaliteit hebben van oké, okay, uh, kunnen we dat hier eigenlijk niet bijvoorbeeld sneller doen, uh, sneller lanceren, dan kunnen we hier sneller groeien. Uh, wat ook helpt is gewoon lui zijn, uh, hey, zoals ik. En, uh, en, en door uh, te denken van, gaan we daar weer een uur vroeger voorop staan? Uh, om, om die nieuwsbrief te sturen. Dat is een typisch voorbeeld. Uh, nieuwsbrief, een, nieuwsbrief, een goede nieuwsbrief van mensen die daar zelf voor gekozen hebben om zich te abonneren. Dat is enorm krachtig. Ik heb ook een wekelijkse nieuwsbrief en ik zit nu aan editie uh, 115 of zo. Elke week, nog nooit, nog nooit een week gemist. Uh, maar ik heb uiteindelijk uh, een, een, een platform gekozen. Ja, vorige week ben ik bijvoorbeeld gewoon vergeten mijn nieuwsbrief te sturen en die heeft zichzelf verstuurd. Okay. <laughs> uh, dus dat was dan zonder, zonder uh, mijn titel die gewoon gegenereerd was. En met welk uh, platform werk je? Nuzzle. Oh, Oké. Okay. Uh, nu raad ik het niet meer aan omdat ze, ze zijn overgekocht en ze zijn ook gestopt met developen, dus ze beginnen zo van die bugs naar boven te komen nu. Uh, en en ze kan ook niet meer connecteren met Facebook bijvoorbeeld. Maar ik gebruik het Nuzzle-algoritme. Uh, om te zien wat dat er veel gedeeld wordt, bijvoorbeeld door mensen die mij volgen op Twitter uh, of waar ik mee geconnecteerd ben op LinkedIn. En dat is voor mij een basis van, uh, om een beetje uit mijn eigen bubbel te, te stappen uh, en, en, en dan weer aan mijn uh, abonnees te delen: van ja, oké, okay, dat is wat dat er van de week, uh, afgelopen week, echt gaande was. Ja, oké. Okay. Verder gaande op heel dat vooral van optimaliseren, dingen proberen. Ja. Um, ja, de verantwoordelijke daar, de persoon die eindverantwoordelijkheid heeft, is meestal de CMO. Wat wel opvalt, is dat de laatste jaren CMO's blijven niet meer zo heel lang bij bedrijven. Er zijn uiteraard wel uitzonderingen, maar statistieken wijzen er ook, denk ik, wel op dat CMO's veel, veel vroeger beginnen te vertrekken. Hoe komt dat volgens jou? We hebben het daar, net al even over gehad, omdat er dus harde uh, bedrijfsobjectieven worden opgelegd aan CMO's. En. Um, CMO's moeten zich letterlijk engageren om die cijfers te halen en dat is dus al lang niet meer fans van de Facebookpagina of bezoekers op de website, dat gaat sommige ook Sommige echt... bedrijven nog wel. Ja, dan, <laughs> dan, we. dan is dat een kussentje, een heel comfortabel kussentje om je hoofd op te laten rusten, maar dan krijg je weer een bore-out. Uh, op dat niveau CMO, je zit op het C-level en daar, uh, daar is een kwestie van tijd voordat er iemand zegt, ja, maar jij kost ons... Uh, Zoveel elke maand, uh, we moeten besparen. En dan is het marketingbudget altijd het eerste dat voor de bijl gaat. Nog steeds. Uh, nog altijd. Dus die moeten zich hoe langer hoe meer verantwoorden. En, en gewoon door te zeggen exposure en brand awareness, daar uh, raak je er niet meer mee. Dus dat duurt dan ja, uh, eerst, al, elk half jaar, word je ook letterlijk geëvalueerd nu eh, door HR enzovoort. En die objectieven zijn, je marketing- en bedrijfsobjectieven, niet gehaald. Oké, okay, een kleine verwittiging en dan ben je één jaar verder nog altijd niet gehaald, dan kun je het misschien nog hè, zes maanden uitzingen, maar daarna... Stopt het. Dus die timing Aha. klopt een beetje. Hè? Ja, Dat is mijn samenzweringstheorie daarover. Oké. Okay. Je hebt zelf al heel vaak in de rol van uh, CMO gezeten, of, ja. of hey, marketinglead bij een bedrijf. Um, als je vandaag kijkt naar de alle verschillende kanalen die, uh, die beschikbaar zijn, waar zou jij je uh, aandacht en je geld... Oprichten. Ik weet dat dat afhankelijk is van het uh, ja, type bedrijf, ja. maar wat zijn zo de kanalen die momenteel uh, aan het komen zijn of nog heel hard onderschat worden? Wel, het, uh, ik blijf dat zeggen, maar het gebeurt niet. Uh, het meest onderschatte kanaal is volgens mij YouTube. En ik begrijp de kritiek op, op YouTube wel. Uh, Google weet nog altijd niet goed wat ze daarmee moeten doen. Uh, vooral de YouTube creators, daar hebben ze een beetje een haat-liefde mee. Uh, en, en ze zijn daardoor heel veel influencers uh, misgelopen, die veel meer uh, dankbaarheid krijgen van hun uh, volgers op, op, op Instagram, bijvoorbeeld. Dat is veel toffer om daar te zitten. Um, dus, ja, en, en ook adverteren op YouTube, die budgetten, dat is letterlijk maar honderd van wat je op Facebook ja, ja, uitgeeft. Uh, uh, maar um, YouTube is er al heel lang, is nog altijd de snelste manier om bovenaan te komen, uh, organisch in Google Search, want het is een dochter van Google uiteraard. Uh, je moet dan wel weten wat dat je doet. Langs de ene kant SEO, je titel moet ook gewoon het antwoord zijn op iemand zijn vraag en die video moet ook dat antwoord bieden. Daarom de how-to-video's. In principe niet zo moeilijk. <laughs> ja, maar, ja, de how-to-video's zijn, zijn fantastisch. Hè? Er is niks uh, van... Twee jaar geleden ging ik een maand op reizen en kwam terug en mijn dochter had zichzelf leren koken. En die maakte Gentse waterzooi voor mij. Wat, ik, wij, wij, dat, dat, wat zij had gedaan, kan ik niet. En die had zichzelf leren koken, gewoon door die oude iPad naast uh, het fornuis te zetten. En, en er is, kan zo zo niet zijn. erbij. Hoe, ja. hoe style ik mijn haar? Hoe schrijf ik een boek? Hoe maak ik Gentse waterzooi? Er is altijd iemand op YouTube die dat voor u ja. al heeft uitgezocht en die dat demonstreert. Dus voor bedrijven zit daar toch, dat is nog maar één voorbeeld. Uh, maar SEO, dat kun je nog zelf leren. Wat is een goede titel, description, tekst enzovoort. Maar een goede video maken, ondanks het feit dat er nu op elke smartphone zitten er nu ook van Adobe bijvoorbeeld, Adobe Spark en al die andere apps, uh, meestal gratis, um, of Canva, ook zo'n tool. Of ja. Iedereen kan video's maken in high definition. Kan die ook monteren, dat wordt ook hoe langer minder ingewikkeld, want de video's zijn korter Geworden. Dus je, je hebt geen excuus meer, technische Klopt. excuses om een video te maken. Maar een verhaal vertellen in video. Dus de aandacht trekken, vasthouden en dan de mensen overtuigen om iets te doen, dat is heel moeilijk. En uiteraard, het moet structureel zijn. Hè? Want ja. uh, met één video, dat is wat we daar straks zeiden, je kan niet zomaar even uh, ja, op een knopje drukken en dan nee. uh, blijft die video views krijgen. Dus ik denk dat dat wel de grote moeilijkheid is omdat het toch wel best tijdsintensief is. Hè? Wij zitten hier ook en uh, dat is ook altijd een heel uh, geplan om al die mensen hier, uh, hier te krijgen. Oké. Okay. Nog één ding dat me was opgevallen over, als, we, als we spreken over kanalen. Uh, Je bent echt zo'n diehard uh, volhouder wat Twitter betreft. Is Twitter nu eigenlijk dood of niet? Uh. Ik had. Om eerlijk te zijn, het is mijn favoriete kanaal, omdat dat het enige is uh, waarin, waar geen echo-kamer is. Uh, de Twitter is voor mij de plek waar ik echt soms nog verrast word uh, door dingen. Uh, en ook omwille van breaking news, uh, wat er, wat er uh, in Hongkong aan het gebeuren is met die protesten. Ik heb gisteren beelden beeld gezien waar ik echt misselijk van werd. Uh, en die echt een impact gaan, gaan hebben op uh, uh, ja, wereldpolitiek, denk ik. Ik hoop het. Uh, dat, dat kan alleen op Twitter uh, voor mij. Langs de andere kant, uh, Twitter heeft uh, de online identity train compleet gemist. Uh, heeft nog altijd niet echt een valabel business businessmodel. Want adverteren op Twitter, ja, om, omdat je niet weet aan wie je adverteert, uh, is ook niet, zeker niet te vergelijken met Facebook of Google. Dus ik, ben, het is, ik, zou, ik zou echt wenen hè, als Twitter zou, uh, uh, niet meer zou bestaan. Maar het verbaast mij wel dat het er nog is. En ik vrees, ik, vrees, ik had nooit gedacht dat ik dat zou zeggen, uh, maar ik denk dat dat met Trump te maken heeft. Uh, Omdat hij zo actief is. Of... Ja, oké. Okay. Ja. Uh, hij gebruikt en misbruikt Twitter als een persoonlijk zeepkistje om op te gaan staan roepen. Uh, en daardoor begint mainstream media ook weer. Uh, heel veel Twitter-citaten. Dat ziet er ook leuk uit. Als je een tweet laat zien uh, in, in, uh, in een programma als uh, de wereld Draait door of uh, de ideale wereld. Ja, Zo'n tegel dat ziet er gewoon tof uit. Uh, Uiteraard, uh, Twitter-tegel. Twitter uh, ja, maar dat, dat is leuk gewoon. Dat ziet er fris uit, ook in print. Uh, dus ik heb een beetje gemengd gevoel. Ik ben heel blij dat het nog bestaat. Ik merk ook wel aan mijn followers, dat ze nog nooit zo interactief geweest zijn. Uh, vroeger waren dat eigenlijk ook zo mede geeks, uh, maar nu is dat publiek mm. veel breder en als ik eens een, ja, een connerie zeg op Twitter, word ik ook direct, uh, direct aangepakt door, door tien mensen of zo, dus daar zit terug ja, wat leven in. Ja, okay. Nu Leuk. nog een business businessmodel. Ja, daar, daar zijn ze al even mee aan het ja. worstelen. Uh, maar inderdaad, hey, ook zelfs als bedrijven, ja, voor bepaalde doelgroepen is het toch nog altijd uh, heel uh, kostenefficiënt om daar, uh, om daar uw geld in te steken. Uh. Twitter is even het. Ik ja, ben nu even zandag, maar ik denk het wel het enige social media platform dat u niet straft voor het posten van een link. Uh, ja, op Instagram kan het ook gewoon niet. Er uh, is dus altijd link in bio. Hè. En ja. dan op Facebook en op LinkedIn zie je van uh, link in de comments. Uh, en, en op Twitter kan dat. Je kan dat ook automatiseren. Ja, ik heb een Twitter-bot. Uh, ook, die heet gewoon Adclo Willards. Uh, dat ben ik dus niet, dat is mijn bot. Uh, en die tweet op basis van uh, Google Alerts feed... Okay. Dus, ja, uh, niks mis mee. Uh, niks mis mee, want, want ik gebruik die dan ook voor mijn nuzzel. Het kan gevaarlijk nuzel. zijn, maar... Uh, ja, maar ik gebruik die voor mijn nuzzel. Dus dat is ook ja, een van die uh, botjes okay. die uh, voor mij werkt. Oké, okay, prima. Um, hey, we gaan richting het einde van het gesprek. Ik, ik denk, hey, wat belangrijk is, jij geeft ook heel veel les. Je draait er ook al wel wat jaren mee in de, in de educatiewereld. Um, er is deze dagen toch best wel wat kritiek uh, op, op marketingopleidingen en dat ze niet praktisch genoeg zouden zijn... Hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat mensen toch nog wel een goede opleiding krijgen en, en zie je daar verandering? Uh, je leidt zelf uh, postgraduate digital business. Hoe kijk jij daarnaar? Het onderscheid tussen een universiteit en een hogeschool begint uh, te vervagen. Hè? Uh, en dat heeft een goede impact op, uh, op, op dat soort kritiek, omdat een hogeschool. Altijd meer praktijkgericht uh, was. Je krijgt nog altijd wel les van mensen die uh, op de top staan hè, uh, in dat vakgebied. Maar het is ook heel belangrijk om, om al van in het eerste jaar belangrijke skills te leren. Uh, zoals in, een project uh, van begin tot einde kunnen, uh, kunnen begeleiden, in teamwerken, uh, thinking inside and outside of the box. Dat zijn de dingen die je echt nodig hebt op de arbeidsmarkt. En Robots en artificiële intelligentie gaan het alleen maar belangrijker maken dat er zo van die interpersoonlijke soft skills uh, dat die er zijn. Um, want ik, ik moet dan ook examen afnemen um, en verbeteren en zo. En dat is het, dat is het nadeel. Uh, ik, ik vraag niet om definities uh, van bepaalde termen. Uh, ik, ik stel wel vragen waaruit dat, moet waar dat zij moeten tonen dat ze het verschil weten. Bijvoorbeeld tussen online marketing en digitale marketing. Maar ik vraag nee. niet, schrijf nee, de want daar hebben we Wikipedia voor. Klopt. Ja. Uh, dus ik, ik ben daar nogal optimistisch. Maar ik vind het goed dat die kritiek af en toe terugkomt. Want dat houdt de instituten een beetje scherp. Wat mij wel opvalt, is ja hey, de laatste jaren zelf heel wat mensen gerekruteerd gerecruiteerd ook schoolverlaters. En als we, wat, mij echt, wat ik echt zie bij schoolverlaters is het gebrek aan praktische kennis. Heel veel mensen die hebben een, ja, een heel breed kennisveld en hebben over alle subdomeinen binnen marketing al wel eens gehoord of gelezen. Maar echt zoiets doen, en, en ik zeg maar iets een pixel in een, in een landingspagina steken of zo, dat hebben die niet op school geleerd. En dat zijn toch wel de dingen die... Meer en meer belangrijk worden in, uh, in moderne marketing. Ik ben daar wat milder, uh, omdat uh, dat zijn ook dingen. Hey, dat als, als je een team leidt in een bedrijf en er komt een stagiair of een junior uh, binnengewaaid, is voor mij de mentaliteit om het te willen leren belangrijker dan dat ze dat kunnen. Ja, oké, okay. daar valt iets voor te zeggen. Um, maar als je nu zelf nu terug aan je carrière zou beginnen, welk advies zou jij jezelf meegeven? Qua skillset dat je eigenlijk zo snel mogelijk moet oppikken? Is dat meer het grafische, is dat meer het technische? Welke skill zou jij willen dat je geleerd had toen je school verlaten had? Ik heb uh, uh, ja, linguistiek gestudeerd, mensen taal- en letterkunde. Die taalgevoeligheid en goed kunnen schrijven en een verhaal en tekst weergeven, daar ben ik wel heel blij dat ik dat, ik dat heb. Uh, waar ik jaloers op ben, zijn, zijn mensen als, uh, als Peter Van Keer uh, bijvoorbeeld, is hetzelfde kunnen doen met visueel materiaal. Uh, het frustreert mij. <laughs> ik probeer, hè. ik probeer, blijf proberen, uh, met Facebook Stories en mijn boomerang en, en, en slow motion en, en stop motion. Ik speel daar veel mee, uh, maar ik, ik, ik heb het nog niet onder de vingers. Um, ja, ik wil nu het buzzword storytelling, misschien toch even uit de kast halen. Uh, het is gebeurd. Voilà, bij deze. You're welcome. Um, dat blijft uiteindelijk uh, de belangrijkste skill: verhaal kunnen vertellen, aandacht pakken, ze bij u houden en dan converteren. Maar ik zie het ook wel opschuiven van textueel naar visueel en zelfs naar video. Ja. En wat je daar straks na zei, waarschijnlijk gaat uh, artificiële intelligentie daar ook nog wel een Absoluut. belangrijke rol uh, in spelen. Absoluut. Deepfakes, um. fascinerend. Ja. Oké, okay, cool. Uh, dankjewel. Uh, om af te sluiten heb ik nog een aantal kleine vraagjes. Dat is zo traditie uh, traditie antwoorden. Je mag ja. daar uh, heel kort op antwoorden. Um, en we gaan er gewoon heel snel door. Uh, ik denk dat het interessant mm -hmm. is voor de mensen om die dingen te weten. Wat is uw favoriete merk? Nalu. Dat wisten we eigenlijk al. Uh, we hebben speciaal nalo moeten voorzien, dus uh, duidelijk. Merci, um, wat is uw favoriet boek? Dat is een boek van 100 jaar oud. The Golden okay. Bouw van James Fraser. En dat heeft mij geleerd dat uh, verhalen vertellen, dat dat eigenlijk zelfs letterlijk dezelfde verhalen zijn die al duizenden jaren worden verteld. Oké, okay. leuk. Een aanrader. Wat is uw favoriete marketingcampagne? Mm. Ik ga er een pakken die ik zelf heb gedaan, oh. omdat ik dat met zoveel plezier. Uh, ik dacht heb... dat alleen de cane dat zou durven. Uh. Ja, maar het was echt tof. Uh, voor Virgin Express, dat heette Festival Buddy in 2005. Uh, waarbij je, uh, ja, dat was een heel platform waarbij je dus uh, uw buddy moest vinden die ook op de weide was. En als je met twee naar de stand kwam van uh, Virgin, dan kreeg je een gratis vliegticket. En dat was heel plezant om te doen. Oké. Okay, was een beetje tinderen en avant la lettre, zo. Oké, okay. en maar gekoppeld dan... aan reizen, dat is. Uh, maar dan reizen, leuk. ja. Um, Oké. Okay. Wie is voor u de meest interessante persoon om te volgen op sociale media? Uh, Jasmin Nasiri. Uh, oh, cool. Die is uh, echt top op Twitter. Omdat uh, ja, ze heeft wel iets te vertellen, maar de manier waarop zij omgaat met haar trollen, uh, dat is echt uh, ja boss level. Oké, okay, zalig. Uh, welk stukje technologie zou je niet meer kunnen missen in je leven? Waze. Oké. Okay, ja. Hoe Allee. dat wij naar, wij naar Brussel gaan zonder Waze. Ik kan het mij ja. gewoon niet meer voorstellen. Ja. Soms denk ik ook iedereen gebruikt Waze. Want dan, ja, dan zitten ze heel klein. Die... Dan zitten ja, eigenlijk ja, ja, ja. net niet door de wei aan het rijden. En dan denk je van ja, dat ja. kan niet, dat die hier ook gewoon uh, moet zijn. Ja. Oké. Okay. Wat moet er voor u snel veranderen binnen marketing? Magisch denken moet dood. Oké, okay. dat is een uh, bold statement. Um, wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt? Van. Uh, van ja, Seth man. Godin. Okay. Uh, in uh, 2000. Ja, het was, hij heeft er een video voor opgenomen, want ik heb hem niet in het echt gezien. Uh, maar hij zegt wel Klo in dat, in dat video. Uh, ik had de vraag gesteld: heeft dat eigenlijk zin om een fysiek boek te schrijven over iets digitaal? Dat was in 2005 of zo, denk ik. Uh, en hij heeft geantwoord: ja. Uh, zeker doen, omdat het iets is dat je kan. Uh, het is iets fysiek dat je kan geven op iemand. En van het moment dat iemand een boek opent, opent hij ook zijn geest. Voor uw ideeën. Wow, die gaan we op een Twitter tegeltje ja. afdrukken. Oké, okay, en aan de laatste. Uh, wat is voor u uh, volgens u de grootste verandering die gaat plaatsvinden binnen marketing in de komende tien jaar? Ja, dat dat Optimize uh, het grootste stuk gaat zijn. Uh, dus dat is een beetje een combinatie van, van hacking en. en Analyseren, fixen, real-time marketing. Uh, dus uh, ja, dat, dat wordt volgens mij marketing. Dus ik ga mijn job niet verliezen, experimenteren nee, voor bedrijven. Dank je wel. Daar kunnen we mee afsluiten. Super bedankt om hier uh, vandaag te zijn. Uh, heel interessante dingen die, we, uh, die jij verteld hebt, vooral. En uh, jullie ook bedankt om te kijken, en uh, dan gaan we verder volgende week. Roetjes.